Kijkers! Hoppa! Oh shit. Pak hem, pak hem, pak hem! Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Laat hem vallen! Laat hem vallen! Staan blijven! Hey, rustig iedereen, kom op! Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP voor Amor. En vandaag ga ik op pad met de hond. En dat is deze leuke hond, maar die toch niet zo leuk is als hij je te pakken krijgt. Ik even afkloppen, want mijn game die is echt verschrikkelijk kut. De ene keer crasht hij nu en de andere keer crasht hij meteen. En ja, allemaal errors waar ik of niks mee kan, of ik weet waar het aan ligt. Aan voertuigen geeft hij dan aan. Dan geeft hij aan van, je moet... het is een guard 4 error en dat is een game memory error en dat is wat ik zo ver weet heeft dat te maken met voertuigen. Alleen ik heb sinds dat ik de vorige video's allemaal heb opgenomen niks met mijn voertuigen veranderd. Dus waarom doet hij het nu opeens niet en dan wel? Wij gaan in ieder geval de straat op en we hopen dat het goed gaat. En ik zou zeggen, ja, veel kijkplezier. En zie je dit niet, ja, dan zeg ik het voor niemand, maar dan is het dus niet gelukt. Ja, maar ja, als je het ziet dan is het dus gelukt. Mooi. Neem nog even een slokje drinken. Want we moeten natuurlijk wel genoeg drinken. Ja, in de Vito. Niet echt een politie hondenskin erop. Hondengeleiderskin. En ik zelf heb ook niet hondengeleider op mijn rug staan. Dat komt omdat, vergeten. Niet vergeten. Maar geen zin om het te installeren. Dat doet toch niet zo. Denk eraan, dat doe je toch niet zo. Dat was dat filmpje van die meneer met dat blikje in de water. En nu zag ik op Dumper dat ze hem hadden gevonden. Dus dat is echt wel grappig. Dat ze hem gewoon na 5 jaar of wat is dat, 6 jaar hebben ze die man gevonden. Zit hier nou geparkeerd of wat? Dat doe je toch niet zo? Nee, ik stop met het zeggen. Woef, blijf zitten. Maar wij gaan even die een dikke bon geven. Je parkeert toch niet, joh? Target license plate. Frank Billy. Nou, ik kan geen keuring geven, maar ik heb kenteken opgeschreven 49IHQ880. En die krijgt een bekeuring. Dat voer ik straks na de dienst allemaal in het systeem in. Attention unit 1, Lincoln 18. Iemand wil graag te maken hebben met een hond. In Textile City. We gaan naar een winkeldiefstal. Oeh, overplet tot de tram komt. En de persoon zou nog aanwezig zijn. Met de beveiliging zie ik allemaal in mijn MDT staan. En vraagt de bijstand van de politie in verband met het arresteren van de verdachte. Ik ga even inhalen. Ik hoor collega's met spoed. Ik weet niet of die ook te plaatsen komen. Staan mijn lichten uit? Ja, nu staan ze aan. Nou, hier links is de winkel, bekende winkel voor mij. Daar is een keer het AT binnengevallen met explosieven. Jullie weten dat waarschijnlijk nog wel. Daarachter zie ik de collega's rijden. Ik denk dat hij het van een landelijke eenheid. Ik denk dat hij toch maar aan mij overlaten met de hond. Nou, ik neem de hond in ieder geval mee naar binnen, strak aan de lijn. Of nee. Ik neem de hond niet mee. Denkende aan het filmpje van politie Pro 24/7, Pro 24/7 dus. Daarbij hadden zij een winkeldiefstal. Ook daar was een hondengeleider erbij. In het begin zonder de hond naar binnen, totdat het uit de hand liep. Toen is de hond naar binnen gehaald en toen heeft hij ook een beetje hap gedaan. Maar ik ga nu ook even proberen zonder de hond het op te lossen. Mocht dat niet gaan, dan kan de hond altijd nog mee naar binnen komen. Dan hoef ik hem aan te roepen en is hij er. Hoi, ja, dankjewel.
Goedendag, politie, hallo. Ja, de persoon hier probeert, heeft geprobeerd om iets te stelen. Het is een bekende klant hier, dus hou daar rekening mee. Oké, we hebben D, hij heeft het over D, maar ik zie maar één iemand, maar goed. Dem, sorry, Dem heeft hij, wat D came back. Oké. Wij hebben een ID zien. Van u. Als hij die voor mij heeft. Hij verdwijnt opeens. Ah, er is weer. En footsie. En er is weer. Goed mevrouw, ik ben aangehouden. Ik ben hier antwoord verplicht. Ik vraag om een advocaat. Wilde die? Dan kunnen we die op het bureau aan u geven. Maar voor nu gaan we naar het bureau waar u wordt voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Ik ben aangehouden voor een winkeldiefstal. We gaan kijken of u daar al meerdere malen voor bent aangehouden en misschien voor meerdere strafbare feiten. Nu in ieder geval is het zo dat mevrouw voor dit feit is aangehouden, maar mevrouw geeft zelf al aan, ja, ik heb het hier zo vaak geprobeerd, dus het is me nu toe steeds gelukt. Ja, dom om te zeggen, maar goed. Dat maakt even niks uit. Nou, die gaan we eens even in de gaten houden hier. Any available unit in the downtown area? We have reports of animal cruelty in Pillbox Hill. 1 Lincoln 18. Respond code 2. Er zou een dier zijn opgesloten in een voertuig daarachter, achter het park hier. Ik als hondengeleider word daar op afgestuurd omdat het mogelijk een hond kan zijn die in een voertuig zit opgesloten. Daar heb ik middelen voor om die hond veilig te pakken, zeg maar. Om die veilig met zo'n stok en zo'n touwtje eromheen, die bij de nek kan pakken, tot die jou niet kan aanvallen. Want ja, als die honden echt mishandeld worden, wat de melding wel is, ja, dan kan het zijn dat ze voor iedereen bang zijn. En ja, als beesten, dieren bang zijn, dan willen ze nog wel eens bijten of slaan. Ja, slaan, katten vooral dan, maar slaan en bijten en krabben en om zichzelf te beschermen, omdat ze gewoon bang zijn voor ieder mens. Ja, er zit een herder in, zo te zien. Ik heb de hond van mij nog niet nodig gehad, maar... Ik doe de deur open. Als het moet, sla ik het raampje gewoon in. Zo. Kijk eens. Hoppa. Wacht even. Wacht even. Kom eens hier. Kom eens hier. Hallo. Hey. Staan blijven. Nee, die komt toch zo'n... dierenarts oproepen, maar dat is dan niet bij de. Dat is. Even kijken wat die vrouw gaat doen. Ze staat hier zo van: ik wil instappen, maar die agent staat daarnaast, dus ik wacht even met instappen. Ik zal sowieso de deur even dicht doen. Juliette Harper, dat kan zomaar deze mevrouw zijn. Hallo, mag ik even een ID van u zien? Nee, oh wacht, ik doe wel. Hallo, mag ik even uw ID zien? Ja, kijk eens aan! Haha! Mevrouw, uw hond is weg. En hoe komt dat? Oh, wacht even, wacht even. Oh, niet instappen, joh. Nee, blijf maar even staan. Hé, hey, even luisteren. Even luisteren, we gaan uitstappen. Goed zo, kijk eens aan. Mevrouw, ik krijg van mij bekeuring voor dierenmishandeling. Met dit weer uw hond opsluiten. Het is redelijk warm. Ja, u heeft zelf ook de korte mouwen aan. Dus ja, ik zou u ook niet willen opsluiten in een auto. En dat wordt een flink bedrag. En ik weet niet hoeveel. Maar dat wordt een flink bedrag. Dus zo weet je alvast. Ai, 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 zegt ze. Precies. Uw hond, die loopt hier ergens. Ja, die... Nou, goed. Ja, die is... ja, weet ik veel. Wat je daar normaal mee doet. U mag uw weg vervolgen. Ja, fijne avond, dag, middag, ochtend, verder. Ja, Wim, kunnen we iets?
Ik ga daar even. Kijk, nu kan ik weer iets. Oké, okay. End. Nee, wacht, control end. End callout. Zo. Mevrouw vervolgt haar weg. En wij ook. We have a report of a criminal activity. A hold up in Davis. En een melding, ja, een beetje onduidelijk, winkeldiefstal denk ik. Met mogelijk wapens. Take het verkeer in hier. En dan hier. Ik ken deze melding, normaal vraag ik dan AT. Nu vraag ik de hond. Hond, wat ik ga doen. Ik ga kijken of ik die man kan zien. En laat ik die hond erop afgaan. Oh shit. Pak hem, pak hem, pak hem. Pak hem, pak hem, pak hem. Pak hem, pak hem, pak hem. You moron. Pak hem. Hem. Nee, de verkeerde. Al het zien. Laat laten vallen. Goed zo. Liggen. Keurig. We zijn wel geraakt. Nee, net niet. Ja, net wel, maar. Was de hond daar? Oké, mooi. Alles goed, meneer? Ben ik. Nou, ben ik het dankbaar. Ja, take the money ga ik eerst doen. Ik kan even niks anders. Ik kan hem niet aanhouden. Ja, we zijn in de arm geraakt, maar we hebben. Zoals je ziet, nou dan loop je de kakkelak over de grond, lekker. Thanks, zegt hij nu. Hond, goed werk. Ik ben in mijn arm geraakt. Ik wou die hond naar binnen sturen en ik zei van pakken, maar hij pakt die hem. Toen deed ik het nog eens. Toen was ik inmiddels ook al bijna binnen. Die hond, hij schiet op mij, ik schiet terug twee keer. Die hond die pakt hem en hij denkt ook van, nou, dit ga ik niet winnen. Dus ja. Melding afgerond. En wij gaan met vervolg. Volgt hier een eerste als je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Citizens report. Oh. A person stealing a car in Davis. Stop voor staat aan. Hand op het vuurwapen. Ik zet hem niet heel handig neer, want als hij nu doorrijdt, dan knalt hij en tegen mijn busje en mijn hond gaat dan gewond raken. Nee, ik wil hem juist hier hebben. Hoi! Mag even uitstappen, hier komen. Zak aan zijn handen. Ik wil je handen zien. Goed zo, je bent aangehouden. Niet onverplicht, je krijgt een advocaat. Met hem ben aangehouden voor diefstal van een voertuig. Kregen wij namelijk de melding van en ik zag het gebeuren. Ja, ik zag het niet helemaal gebeuren, daar moet ik even mee opletten. En ik ga even kijken of hij als opstaat als gestolen. Ja. En u bent niet Eduardo. Nee, dat is hij niet. Nou goed. Goed, meneer Josh Henderson. U bent aangehouden voor diefstal van een voertuig. Nogmaals, niet antwoordplicht. Recht op een advocaat. Als u die wilt spreken, kunnen we dat allemaal even regelen. Ja, maar nu gaat hij mee met een collega van mij die daarvoor gespecialiseerd is om mensen te vervoeren naar het bureau. Kijk eens aan, topje toch? Ja, oké. Okay. Meteen een vervolgmelding, persoon met een mes. Dan mag de hond erop gaan. Dan zijn we daar toch mooi langs gekomen, hè? Vonden jullie niet? Hij bevindt zich hier zo op een wandelpad, grote weg, blauw gaat uit, vrijstelling wordt ingezet. Dat betekent, oh ik heb toch groen, oké. Okay. We
Ja, hij is aan het steken. Rijd alsjeblieft prio 1. Maar waar? Ah, shit, hij is boven. Denk ik. Hier is niemand. Ik hoor meerdere eenheden aankomen. Oh. Staan blijven. Mes laten vallen, goed zo. Goed, ik wou hem laten vangen door de hond. Ik had hem ook al aangegeven, de hond, om hem te vangen. Alleen hij, hij kwam toch op mij af met een dreigende, dreigende houding, waardoor ik bedacht van, ik ga nu schieten in plaats van, in plaats van wachten tot die hond. Dat is verhoord. 6 hall 20. Non-lethal weapons to be employed. Respond code 3. We gaan naar een gevecht. Prio 1. Meerdere belletjes komen binnen. Kijken wat we daar met de hond kunnen betekenen. In principe zou duidelijk moeten zijn dat er politie onderweg is. Vandaar dat we niet echt de heterdaad. Ik zal maar even protocollen moeten handhaven dat we alleen blauw en tot het laatste moment sirene of tot het laatste moment en dan blauw uit. Ik hoor ergens iets. Ja, is hier boven, hè? Ja, boven. Zo. Hey. Laat hem vallen. Volgt hier een instantie bericht voor alle wagens. Allemaal spreiden liggen. Zijn met spoedambulance naar deze locatie. Twee personen flink toegetakeld met een rondbak. Nee, kut. Nu crasht hij misschien. Nee. Twee personen flink toegetakeld, wat ik zeg. Met een honkbal knuppel. Snelweg wordt afgesloten. Verdachte is aangehouden. Is veilig voor de ambulance. Wel door laten rijden alsjeblieft. Drie personen. Van 1, 2 met een hevige bloeding. Ja, eenheidje erbij hier ook. Een bericht voor alle wagens. Eén collega vraagt om. Kijk hem eens. Kijk hem bewaken dan. Zo van, als jij je wegrijdt, rent, dan pak ik jou. Want ze rijdt onder mij. Ik moet wel even instellen dat ik. Instellen dat ik de. Hoe noem je dat? De Amsterdamse sirenes krijg en niet deze, want dit zijn de sirenes van
een gewone ambulance, zal ik hem maar even noemen. Maar Amsterdam heeft andere sirenes. Flink druk qua sirenes, maar de ambulance is er. En de politie, zoals je daar ziet, daar zo tussenin, staat daar met twee voertuigen vast. Maar het gaat me nu vooral tot de ambulance hier is en de landelijke eenheid kan het daar een beetje rustig houden. Hey, maat, je bent op dit moment aangehouden voor poging doodslag, zware mishandeling. We gaan zo meteen horen of het bevestigd doodslag wordt. Dus dan weet je dat alvast. Niet ander verplicht, zoals al iedereen. En recht op een advocaat. Oké. Okay. Eén iemand komt gelukkig bij. Twee personen komen bij, maar ik heb nog iemand die al ligt. Gelukkig bloedt hij niet. Dat kan alsnog betekenen dat het een inwendige bloeding is, hè. Dus daar moeten we even rekening mee houden. Jongens, geven jullie geen fuck om die man hier? Of? Nou, mooi. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We hebben een suspicious person in La Mesa. Rijdt alsjeblieft Nou, toch. Maar zo dan. Ik krijg wel een dronken persoon en die zou flink lastig zijn. Zo gaan we even heen. Wordt mij gevraagd hier te draaien, dat vind ik zo riskant altijd. Achterop mij geknald, ja, dat is ook, dat slaat ook nergens op, hè. Nou, dikke file hier veroorzaakt, maar we zijn er doorheen. Zo. En hier rechtsop, om deze voertuigen heen als hij mij doorlaat. Nee, dat laat hij niet, nu wel. Oké. Nou, ik ga hier weg. Ik ga niet bij die benzinepompen staan. Meekomen, hond. Godverdomme. Daar word je zo gek van, hè. Slaat er drie keer nergens op als je de G ingedrukt houdt tot je sirene hangen. Dat is verhoord. Approach with caution. Politie, hand laten zien wat ik ze kan zien. Staan blijven. Gaan uit die zin van u. Denk eraan, bij elke verdachte beweging zal er misschien wel geschoten worden, maar zal ik eerst de hond gaan inzetten. Mag even voor mij blazen. Het lijkt me duidelijk dat hij toch wel wat gedronken heeft. Maar ik moet het zeker weten. Ja, goed. Meneer, ik krijg meldingen van u dat hij toch wel flinke overlast veroorzaakt. Dus ga meenemen naar het bureau voor openbare dronkenschap. Of ik ga laat een collega u meenemen. Niet de antwoorden verplicht en u heeft recht op een advocaat. Maar we zullen eerst eens alles rustig laten bezinken op het bureau. En de alcohol ook wat laten bezinken. Ja, die meldingen wil ik altijd mee opletten. Want zoals jullie al vaker van mij hebben gehoord, dat kan helemaal misgaan. Maar nu niet. Dat is verhoord. Dat is alleen maar mooi. Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required in Del Perro Beach. Nou, we gaan naar Del Perro Beach. Daar is een assistentie gevraagd onder een prioriteit nummer DOS, dus 2. En ik zou zeggen, ga lekker zitten achteruit. Leun lekker achterover of zo, weet ik het hoe je het wilt noemen.
En geniet van de muziek die ik even afspeel terwijl ik daar onder prio 2 rustig naartoe rijd. Helemaal de melding vergeten en dat is of helemaal niet erbij stilgestaan tot het deze melding zou zijn. Hier staat de bekende tram met de deur kapot weer. Ja, ik ga het even skippen. Of ja, skippen gewoon heel snel erdoorheen. Goed begin te praten. Oh, 5. Ja, oké. Hey, rustig iedereen, kom op. Kom op, iedereen normaal doen. Oh, dat is normaal doen. Jij ook. Iedereen normaal doen. Ik ga die hond inzetten. Nog iemand. Pak hem ook maar. Goed zo. Pak hem ook, hond. Daar zo die man. Iemand anders, pak hem dan maar. Oké, ook goed. Jij staan blijven. Ik hou die hond even in bedwang hier komen. Oké. Hey. Ik kan niet weglopen. Oh. Oké. Ik weet helemaal nergens over dit. Nog iemand, jij bent aangehouden, jij bent daar aangehouden, jij hoort er ook bij. Weet ik niet, shit, niet gezien. Waarschijnlijk wel, hè. Nou goed, jij bent aangehouden, dit gedrag van jullie gaat helemaal nergens over. We hebben een voorbeeldfunctie. Maar als iemand iets zegt, dan ga je er niet op losknippen. We nemen uw aangifte op mevrouw. Jij gaat mee naar het bureau. Nou mensen, ik ga jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik hoop dat de Woef het weer goed heeft gedaan vandaag. Het zijn niet echt meldingen die je met de hond perfect kunt afhandelen. Er zijn ook niet zo'n plugin, zeg maar, voor de honden mods. Om te zeggen, nou, deze meldingen zijn alleen maar voor honden. Dus ja, we moeten ervoor maken wat we hebben. Dus ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Ik zou zeggen, tot de volgende. En dat is met de... Ik heb geen idee. Dus het zien we dan wel. Doei!